Het wordt vandaag een spannende dag voor het hoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde van de Universiteit van Gent. Dat is Petra de Sutter. Vanavond stelt zij namelijk haar nieuwste boek voor in de aula van die Universiteit van Gent. Het heet De Maakbare Baby en het is geschreven samen met Eline Delrue. En de bedoeling is om hiermee het debat te openen, of een debat te openen. Want meer dan ooit vervult de geneeskunde allerlei kinderwensen. Maar waar ligt de grens? Dat is de vraag. Goedemorgen, Petra. Goedemorgen. Wat fantastisch hè, dat die medische wetenschap zoveel kinderwensen kan vervullen. Ja, absoluut. Hè. Als we kijken naar de evolutie die de medisch begeleide voortplanting in de laatste 30, eigenlijk bijna 40 jaar. Louise Brown wordt volgend jaar 40. Is daar, ja. Wat we hebben kunnen verwezenlijken, dat is ongelooflijk. Niet alleen op medisch vlak. Denk aan ICSI, toch een Belgische uitvinding in begin de jaren 90. Maar ook alleenstaande vrouwen. Leg nog eens uit wat ICSI is precies. ICSI betekent dat we met een fijne naald de zaadcel in de eicel stoppen. Ja. Dus een bijgevoegde techniek, zeg maar, bovenop het IVF. Waarmee we heel wat koppels hebben kunnen helpen die ervoor niet konden geholpen worden. Maar ook alleenstaande vrouwen, lesbische koppels, homoseksuele koppels, kunnen vandaag geholpen worden, bij ons althans, met deze technologie. Dus dat is fantastisch, ja. Maar hoe ver staat die fertiliteitswetenschap? Kunnen we nu alles oplossen? Nee, alles is nog te veel gevraagd. Je hebt nog altijd eicellen, zaadcellen en een baarmoeder nodig. Mm-hmm. En als bijvoorbeeld de baarmoeder ontbreekt, ja, dan heb je een draagmoeder nodig. Of straks misschien een transplantatie van een baarmoeder. Als je geen eicellen hebt, ja, dan ga je op dit moment met eiceldonatie moeten geholpen worden. En dat is een keuze die niet iedereen maakt. Hè. Dus dat is niet echt wat mensen willen. Mensen willen een genetisch eigen kind. Hè. Als je over kinderwens praat, het gaat toch altijd in de eerste plaats om je eigen kind. En de technologie gaat in die richting. Hè. Dus het onderzoek bijvoorbeeld wat vandaag baanbrekend is, is de zoektocht naar zaadcellen of eicellen die we in het laboratorium maken op basis van stamcellen, op basis van bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk uit een stukje huid. Kan dat echt? Kan. Mocht je een muis zijn, dan kunnen dan we kan dat vandaag al. Bij de mens is dat nog niet mogelijk. Er is heel veel onderzoek in die richting. Maar goed, als we kunnen nabootsen wat bij de muis nu al kan, dan is het misschien binnen 5 of 10 jaar effectief mogelijk bij de mens. Mag niet vergeten, het is niet omdat iets mogelijk is dat het veilig zal zijn, dat het efficiënt zal zijn en dat het betaalbaar zal zijn. Ik denk dat dat 3 belangrijke criteria zijn om zoiets in de kliniek in gang te doen vinden. En daar zijn we nog helemaal niet. Maar de sky is eigenlijk de limit. Ja, dat kan je wel stellen. En in het boek is dit natuurlijk de rode draad. We kunnen vandaag heel veel zaken, maar daar zijn wel een keer dingen die kunnen verkeerd lopen. Denk aan toch wel een oprukkende commercialisatie van de reproductieve geneeskunde. Vooral in andere delen van de wereld, niet zozeer in België. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik, je koopt eicellen, je huurt een baarmoeder en je komt, als je $100,000 of $150,000 hebt betaald, met je eigen kind terug naar dus België. Dus alles is mogelijk als je centen hebt? Dat is een van de problemen, hè, dat het niet voor iedereen is weggelegd. Als je bij ons een eiceldonor of een draagmoeder liever nodig hebt om geholpen te worden, als je die keuze maakt, ja, dan is dat op altruïstische basis. Dat betekent dat je iemand moet vinden die dat echt voor je wil doen. Een vriendin, een familielid. Commerciële behandelingen zijn in België en in Europa eigenlijk verboden, maar in de Verenigde Staten of in Azië is natuurlijk alles voor geld te krijgen. Ja, ja en dan dringen zich wetten en normen en ethische vraagstukken op waarschijnlijk. Ja, ik denk dat de boodschap ook is. De technologie is fantastisch, de vooruitgang, de mogelijkheden die we vandaag hebben, maar we moeten goed nadenken, waar zetten we dat voor in? Waar liggen de grenzen? En dat moet omkaderd worden, en wat mij betreft inderdaad door regelgeving, door wetgeving. Maar wie gaat dat dan bepalen? Want uiteindelijk gaat dat om iets zeer persoonlijks. Ik hoorde zo het voorbeeld bijvoorbeeld van Ronaldo, die een draagmoeder betaald en dan een kind heeft. Ja, hij mag dan wel een voetbalgod zijn, maar hij blijft een mens. En misschien is zijn kinderwens ook groot, hè? Oh, ik heb geen enkel moreel oordeel over de kinderwens van Ronaldo of anderen. Ik vind dat zeer... Hij hoort ons niet, hoor. Zeer menselijk. Dat is existentieel natuurlijk. Mensen hebben absoluut recht om een kind te willen. Dat is nog niet hetzelfde als het recht op een kind. Hè? Ja. De vraag is, als je op je pad naar dat kind in een commercieel verhaal stapt waar risico's aan vastzitten, waar mensen misschien geëxploiteerd
gedateerd worden. Denk aan de draagmoeders destijds uit Indië. Nu kan het niet meer. Die kregen €3000 voor hun zwangerschap. Die werden niet altijd netjes behandeld enzovoort. Dan stel ik dat wel in vraag. Ja, of dat de manier is waarop je inderdaad een kind moet gaan krijgen. En dus dat ganse kader. Wie moet dat bepalen? Ik denk wij met z'n allen. Hè, dat is de reden voor het debat, voor dit boek. We leven in een democratie. Ik denk dat de samenleving zeer goed geïnformeerd moet worden over die mogelijkheden, maar ook over de grenzen, de ethische grenzen die er komen bij kijken. En dan moeten we met z'n allen bepalen welke toekomst we willen. En vooral als het gaat om onze voortplanting, wat toch iets heel belangrijk is. Ja, de mens als soort wordt daardoor bepaald. Hè. We kunnen nu ook embryo's genetisch gaan modificeren. Dus we gaan onze eigen genen gaan veranderen. Niet alleen van onszelf, maar van alle generaties die nog daaruit zullen voortkomen. Als je dat met een embryo doet, ook de kinderen. Dat is een heel grote verantwoordelijkheid. Hè? Voilà, dit zijn vragen waar op dit moment geen antwoord voor bestaat. Waar heel veel mensen rond denken. Hoe moeten we dit regelen? Staat de wetenschap verder dan de ethiek eigenlijk? Of dan de wetgeving? Dat is een hele goede vraag. Met het klonen... Ja. Een aantal jaar geleden hebben we effectief wel moeten vaststellen dat de wetenschap sneller ging dan de ethiek en dan de politiek die het dan probeert te regelen, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk vandaag dat we er beter bovenop zitten. En je ziet dat in een aantal landen. En nog eens, het boek wil daartoe bijdragen natuurlijk om de wetenschap te laten sporen met wat de samenleving wil en wat de samenleving niet wil. Daar moeten we ook niet in investeren. Hè. Als we straks met z'n allen zeggen een vrouw moet zichzelf niet gaan voortplanten door zaadcellen te maken en om haar eigen eicellen te bevruchten, wat in theorie misschien straks kan. Ja, als we dat niet willen, dan zetten we dat in een wet die dat verbiedt. Hè. Dat hebben we met het klonen gedaan, dat hebben we gedaan met geslachtsbepaling om niet-medische redenen, dat hebben we gedaan met eugenetica, dat is in de wet van 2007 verboden, dus het verbeteren van embryo's om niet-medische redenen. Dat debat is trouwens helemaal terug. Hè. Er zijn toch wel wat mensen die daarvoor pleiten om onze kinderen knapper en intelligenter en meer kansen te geven in het leven op die manier. Enfin, dat is een andere discussie. Mm. Maar die ook wel in het boek aangeraakt wordt. Maar een baby op bestelling, dat is echt nog niet voor morgen. Hè? Zo een meisje met blauwe ogen en blonde haartjes. Dat is misschien voor overmorgen. En het zal waarschijnlijk niet bij ons gebeuren. Maar misschien zullen zo kinderen wel geboren worden in landen waar er inderdaad geen wetgeving of geen regelgeving is. Hè? Dat zien we wel gebeuren. Mm-hmm. Ik zei het daarnet al even. Hè? Ik was heel hard geschrokken van de cijfers. 1 op de 6 koppels in de westerse wereld heeft medische begeleiding nodig om zwanger te worden. Maar hoe komt dat? Wel, dat is natuurlijk een afspraak die we maken. En de afspraak is een jaar proberen en als dat binnen het jaar niet lukt, misschien toch wel onderzoeken laten doen, eventueel behandelingen. 85% van alle vruchtbare koppels bij mensen onder de 35, moet ik nou wel zeggen, wordt binnen het jaar zwanger. Dus 15% niet. En dan zit je dicht bij die 1 op 6. We zien dat het aantal kinderen dat geboren wordt na medisch begeleide voortplanting toeneemt. We zitten op 7% op dit moment in België. Dat was 10 jaar geleden, was dat 4% of zo. In Denemarken is dat nu al bijna 10%. Dus de groep kinderen die geboren wordt na begeleide voortplanting neemt toe. Een en ander heeft te maken met maatschappelijke evoluties, met het feit inderdaad dat vrouwen boven de 35 jaar minder makkelijk zwanger worden binnen dat jaar en dus sneller hulp gaan nodig hebben of gaan komen opzoeken. Opnieuw alleenstaande koppels, lesbische koppels, die vallen ook wel allemaal onder die medisch begeleide voortplanting. Dan is er toch wel de discussie van de achteruitgang van de kwaliteit van het sperma. Mm-hmm. Maar ik denk het belangrijkste is... Dat komt dan door milieufactoren? Dat zou dan inderdaad door milieufactoren, hormoonverstoorders, dat is een ander stokpaardje van mij, hebben daar zeker mee te maken. Mm-hmm. Maar dat kun je als individu natuurlijk moeilijk onder controle houden. Het belangrijkste, denk ik, is dat de dag van vandaag jonge mensen het veel moeilijker hebben om een geschikte partner te vinden of samen een project te starten om een gezin, om kinderen te krijgen. Is veel moeilijker dan vroeger. Ja, de rol van de vrouw is ook anders geworden, hè, in het gezin. Vroeger bleef de vrouw dan thuis om kinderen te krijgen, maar nu heeft hij zelf een carrière en zo. Ja. Waarbij ik niet pleit om terug te keren naar vroeger, voor alle duidelijkheid. Ja, maar dat is niet de boodschap. Hè. Een slimme meid krijgt haar kind op tijd. Dat zijn, ik denk dat je daar vrouwen zijn dooddoeners, ook, hè? Voilà, schuldig laat voelen. Vrouwen kunnen ook eicellen invriezen vandaag. Een ander debat, hè. Ook een hoofdstuk uit het boek. Het is moeilijk. Ik denk voor een jonge vrouw die 35 is pakweg en relaties heeft gehad of in een relatie zit, maar waar kinderwens nog niet direct speelt, is het heel moeilijk om te weten welke de keuzes zijn die moeten gemaakt worden. Zeker als je professioneel aan het bloeien bent, zeg maar. Wat moet je vandaag doen? Vroeger was het allemaal veel duidelijker, veel meer afgebakend. De mogelijkheden die er vandaag zijn, en dat zie je echt wel bij jonge vrouwen en mannen, die zijn immens. En dus relaties aangaan en kinderen
krijgen, is veel moeilijker. In Japan, de helft van alle jonge mensen hebben geen relatie, zijn alleenstaand. Ook de cijfers in België tonen aan. Helft? Het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen, want vrouwen kunnen dan nog op hun eentje eventueel met een donor aan de slag. Het minst bekende is kinderloosheid of het verdriet daar rond bij alleenstaande mannen bijvoorbeeld. Daar weten we niks over. Daar gaat iedereen van uit. Een man die alleen is, die heeft natuurlijk geen kinderwensen. Dat is absoluut niet zo. Dat is niet waar, hè? Daar zijn mannen die alleen zijn met kinderwens. En dan, die blijven helemaal in de kou staan. Dus dat, denk ik, is een evolutie, een maatschappelijke evolutie die we zien gebeuren en die er zeker toe bijdraagt dat die cijfers, namelijk het gebruik van medische hulp bij de voortplanting, dat toeneemt. Ja, maar het is wat je zegt, de druk lijkt heel groot om de perfecte mens te zijn, die perfectie na te streven. Ja, langs de andere kant, als het allemaal zo maakbaar is, kunnen we perfect zijn. Ja, wat is perfectie? Om te beginnen, en dan komen we nu op het onderwerp van genetische selectie op embryo's en dergelijke. Daar schrijven we ook over. En straks modificatie. We kunnen onze genen gaan verbeteren. Dat lijkt te gaan lukken. Ja, naar wat streven we? Hè? Willen we een kind of willen we een gezond kind? Ja, uiteraard wel. Als je kunt vermijden dat een kind met een ernstige aandoening of een ziekte geboren wordt, dat zal wel voor iedereen ethisch aanvaardbaar zijn. Maar straks kunnen we misschien nog verder gaan en kunnen we effectief ons kind gaan designen, hè? Kunnen we het effectief maakbaar maken? Waar liggen daar de grenzen? Dat is een beetje het debat, denk ik, dat moet gevoerd worden als we embryo's gaan screenen. We kunnen heel veel te weten komen van een embryo voor we het gaan terugplaatsen. Ook over risicofactoren voor de toekomst van dat kind of die persoon. Wat gaan we onderzoeken? Willen we alles weten? Willen we alles screenen? Oh nee. Ja, voilà, dat is de vraag. Hè? En welke keuzes gaan we maken? Wie gaat die keuzes maken? Ja. Misschien moeten we toch ergens lijsten proberen maken van erfelijke ziekten waarop we willen screenen om te voorkomen dat kinderen met een ernstige aandoening geboren worden. En ben je pleitbezorger om dat bij wet vast te leggen? Goh, bij wet of via richtlijnen. Ik denk dat de genetische centra, de fertiliteitscentra, daar werk moeten van maken. En er zijn plannen in die richting, dus ik denk wel dat dat in orde komt. Ik denk niet dat de wetgever lijsten met ziekten moet in een wet gieten. Dat lijkt me te vergaand. Maar daar moet dringend over nagedacht worden. Ik herinner u aan de discussie rond de NIPT-test en Down-syndroom een paar maanden geleden. Ja, als we met z'n allen op het embryo ook van alles kunnen gaan onderzoeken, dan gaat die discussie natuurlijk nog veel harder moeten gevoerd worden. Dan gaat het niet meer alleen om Down-syndroom, maar over heel wat andere zaken gaan. Dus dit komt razendsnel op ons af en daar gaan we moeten over nadenken. Ja. Voilà, en dat boek is al een aanzet alvast. Hè. Stof tot nadenken. Petra de Sutter, succes vanavond bij jouw voorstelling van het boek De Maakbare Baby van Petra de Sutter en Eline Delrue. Wordt dus vanavond voorgesteld. Het boek is uitgegeven bij Academia Press. Mevrouw de Sutter, dank je wel voor je komst. Dank je wel. De Madame. Radio 2.